gesaldeerd kon worden. Voorzitter, dan ga ik over naar de vragen die gaan over PFAS. Ook echt een groot probleem. En we hebben met veel bouwers en baggeraars gesproken. En ik begrijp heel erg goed de urgentie van die mensen. En hun werkelijkheid is dat elke dag telt. En dat is denk ik ook de werkelijkheid waar wij als kabinet proberen mee te dealen. Want soms gaan dingen langzamer dan je zou willen, kosten ze meer tijd dan je zou willen. Maar soms is het gewoon niet zo dat het sneller kan. We moeten wel alles op alles zetten. Een aantal hele specifieke vragen. D66 vroeg, kunnen we stellen dat het dumpen van vervuild slib in natuurgebieden verleden tijd is? En in antwoord daarop zeg ik, dumpen in de natuur is per definitie verboden. Dan vroeg de SGP, moeten de PFAS-normen worden versoepeld? Nou, sinds de decentralisatie is het bodembeleid eigenlijk verantwoordelijkheid van de gemeente. Maar we zien het instrument wat de gemeenten hebben om de ruimte te bieden in de gemeente zijn de bodemkwaliteitskaarten. En we zien dat het gewoon veel tijd kost om in al die gemeenten die bodemkwaliteitskaarten aan te passen. En dus formeel is het eigenlijk niet eens meer mijn bevoegdheid, maar ik heb het een beetje naar me toe getrokken om te kijken of er via een landelijke achtergrondwaarde toch in al die gemeenten waar ze echt wel druk bezig zijn, maar waar het nog niet allemaal is afgerond, toch alvast ruimte kunnen bieden. En daarom heb ik het RIVM de opdracht gegeven om versneld een tijdelijke achtergrondwaarde af te leiden. En ik snap heel goed de vraag, kan het niet sneller? En dat is ook de vraag die ik heel indringend aan het RIVM heb gesteld. Hebben jullie mensen nodig? Hebben jullie middelen nodig? Is er iets wat ik kan doen om ervoor te zorgen dat het sneller gaat? En hun antwoord is, nee, daar kunnen we niks meer aan doen. We hebben niks van je nodig om het nog sneller te kunnen laten doen. We hebben deze tijd nodig. Maar ook zij weten dat als het een dag sneller kan, dat we blij zijn met iedere dag die het scheelt. En dan zal ik ook zeker eerder naar de Kamer komen. Zo heb ik ook de oproep van de SGP eigenlijk verstaan. Elke dag telt en wilt u eerder komen als het kan. En het antwoord daarop is een volmondig ja. De heer Wilders. Ja, voorzitter, nou breekt toch mijn klomp. De minister heeft, toen zij nog staatssecretaris was, zelf die regeling ingevoerd. U heeft volgens mij in 1 augustus een regeling afgekondigd die 1 oktober, als ik goed ben geïnformeerd, van kracht is geworden met die 0,1 grens. Waarom heeft u dat dan gedaan? We hebben daarna gehoord van ongeveer iedereen die in de bouw werkt dat als je maar waar in Nederland ook maar een schop in de grond zet, dat je al boven die 0,1 zit. U heeft het probleem zelf gecreëerd. Dus nu een beetje ja, krokodillentranen huilen van zeggen van ja, ik snap het probleem en het moet snel worden opgelost. U heeft het gemaakt en dan staat ook geen habitatrichtlijn achter of zo. Dat heeft u zelf spontaan gedaan. Waarom? De minister. Voorzitter, er is een wet bodem. Die bestond ook al voordat ik staatssecretaris werd. En op basis van die bodemwetgeving volgt dat je grond waar een verontreinigde stof in zit niet mag toepassen zonder beleidskader. Toen liep dus alles vast. Er was geen beleidskader, want we wisten niet eerder dat deze stof op al die plekken zat. Toen hebben gemeenten en provincies hebben gezegd, wij lopen hier tegenaan, help ons met een beleidskader. Dat beleidskader is inderdaad voor de zomer op verzoek van provincies en gemeenten om hen te helpen meer ruimte te krijgen dan dat de wet biedt. Om hen meer ruimte te geven, heb ik dat beleidskader voor de zomer naar de Kamer gestuurd. Daarin zat ook nog in overleg met de gemeenten en provincies en de sector een overgangstermijn voor bepaalde projecten tot 1 oktober. En we hebben allemaal gezien dat de problemen nog niet zijn opgelost. En daarom zijn we keihard met elkaar aan het werken om die zijn op te lossen. Maar dat tijdelijke kader biedt meer ruimte dan de wet. En de wet was er al voordat ik staatssecretaris werd. Voorzitter, dat is echt een totaal kul verhaal. Totaal kul verhaal. Die 0,1% heeft u zelf verzonnen. Die heeft niemand aan u voorgelegd. Die stond ook niet in de wet. Die heeft u zelf bepaald. Heeft u misschien wat adviezen over gevraagd? En die 0,1% PFAS, dat is nu de reden dat uw eigen kabinet een miljardenclaim aan zijn broek krijgt. Dat die bouwers zeggen van dat duurt allemaal veel te lang. Het moet vandaag, het had gisteren, het had eergisteren moeten worden aangepast. En dat had omhoog moeten die norm. En niet in december. Dus wat vindt u ervan? 1. Waarom heeft u die norm zo belachelijk laag op 0,1 gezet? En 2. Waarom bent u bent de veroorzaker, u bent mevrouw PFAS van Nederland. Waarom zorgt u die niet voor dat die onmiddellijk morgen hoger wordt? Waarom doet u dat niet? Daar zijn ze mee geholpen. Voorzitter, bij alles wat we doen moeten we zorgen dat we een goede onderbouwing hebben. En dat is niet waarom we zomaar een norm aanpassen. En daarom wordt er dus heel hard gewerkt door het RIVM om nu die landelijke achtergrondwaarden vast te stellen, zodat we op feiten gebaseerd een norm kunnen stellen die onze milieuomgeving en onze gezondheid voldoende beschermt. Dan de 0,1. Heb ik die vastgesteld? Nee. De 0,1 volgt uit de wetgeving en ik heb met het tijdelijk handelingskader meer ruimte gegeven. Voor alles wat wonen en industrie is, is die ruimte 373. Voor alles wat landbouw en natuur is, is die ruimte gewoon de achtergrondwaarde. Meten is weten, als je meet kun je meer. Maar u heeft die 0,1 echt zelf gedaan hoor. Ik heb het besluit gelezen, los van die 373, is dat die 0,1 die geldt. En dat heeft u gedaan.
En daardoor krijgt u nou een miljardenclaim aan uw broek. U bent nogmaals de mevrouw PFAS. En dat is voor al die mensen, mevrouw de voorzitter, die om 7 uur naar hun werk gaan om in de bouw te werken. Om daar gewoon woningen te bouwen die we nodig hebben, voor zover ze niet aan asielzoekers heeft gegeven. Die woningen, ja, daar kunnen de mensen, die mensen staan nou thuis. Die bedrijven gaan failliet door uw norm. Dus ga nou niet hier een beetje hypocriet zitten zeggen van ik snap dat het eerder moet en het RIVM. U heeft dat gedaan. En u bent niet vrouws genoeg om te zeggen dat had ik niet moeten doen. Dat had ik niet moeten doen. En u bent al helemaal niet vrouws genoeg om te zeggen ik pas het nu aan. De mensen hebben niets aan u. Voorzitter, dit volgt gewoon uit de wetgeving. En dat is wat ik uitvoer. En tegelijkertijd werken we er keihard aan om de ruimte te vinden die gevonden kan worden. En de suggestie die de heer Wilders doet, dat het zomaar even zou kunnen worden aangepast, werkt een vals beeld. Werkt gewoon een vals beeld. En daarmee geeft hij eigenlijk hoop aan mensen die hij niet moet geven. We moeten hier gewoon netjes de wet uitvoeren. Daar zijn we keihard mee bezig. We zetten alles op alles om zo snel mogelijk zoveel mogelijk ruimte te bieden. En dat is wat we aan doen.